Welkom bij CryptoCast 137. Hoi Madelon. Hoi Herbert. We zijn er weer. Ja. En welkom onze gast Lucas Wensing. Ja, dank jullie wel. Van Amdax. Ja, mooi hier te zijn. Bedrijf dat we kort geleden al genoemd hebben. Omdat jullie als eerste een registratie van de Nederlandse bank in de wacht hebben gesleept. Ja, dat klopt ja. Om cryptobedrijf in Nederland te mogen zijn. Want daar komt het toch weer op neer. Ja, geregistreerd cryptobedrijf. Juist. Dat heeft inderdaad het nieuws gehaald. Het eerste geregistreerde cryptobedrijf van Nederland. Ja. Tadaa! Ik weet nog dat jij vorige week vroeg, Herbert. Hebben jullie dan ook qua registratienummer het nummer 1? Maar dat was niet het geval, volgens mij. Nee, een heel complex nummer met ook nog een letter erin. En, nee, dat is het niet. Ik denk dat we het zo over hebben. Ja. Maar goed, dat misschien een andere keer. Bij een volgende, weet ik veel, registratie. Ja. Even door de dingetjes heen. We geven geen beleggingsadvies. Nooit of te nimmer. Zeker niet. We zijn op YouTube. Dat weet iedereen langzamerhand wel. Dag YouTube, CryptoCast.nl. En wij zijn genomineerd voor de Podcast Awards. Ja, dat kan je niet ontgaan zijn, toch? Nee, dat moeten we nu nog een keer zeggen. Ja. Je kunt stemmen tot en met zondag, als ik me niet vergis. Ja. De 18e. Op podcastawards.nl. En de procedure is daar dat je moet klikken op bij onze naam. In de categorie zakelijk. En daarna moet je naar beneden op de pagina. En dan naam, moet je e-mailadres invullen. Klikken op wat daar ook weer staat. Stem nu of zo. Ja. Breng je stem uit. Dan wordt die stem pas definitief. En dan moet je ook nog eens een keertje reageren op de e-mail die terugkomt. Bevestiging. Dat is dan weer om te zorgen dat je niet namens andere mensen stemt. Ja. Of andere mensen lastig valt hiermee. Mm-hmm. Dus allemaal uit fatsoen is het iets ingewikkelder geworden. Dat heb je wel vaker. Oké. Heb ik nog een andere mededeling. Als je goed bent in techniek, kun je burgercollega worden bij Defensie. Dan werk je samen met militairen. Je blijft burger, maar je werkt met ze samen. Bijvoorbeeld aan waar jij dan goed in bent. Of het robotica is, of logistiek, of hybride quads. Of als je goed bent in de F-35, het gevechtsvliegtuig. Voorheen de Joint Strike Fighter. Dan kan dat zijn waar je aan werkt. Als het je wat lijkt om je specialisme zo in te zetten, dan kun je naar, en dan komt het, werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker. Hele mond vol, werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker. Ik heb toch nog de hybride quads eventjes gegoogeld, Herbert. Om te weten wat dat is. Ja, want die gewone quads, die ken ik wel. Hè? Waar je op de boerderij zo'n beetje kan racen. Vier wielen, een motorfiets op vier wielen. Ja, ik altijd, precies. Ja. Maar dit is toch wel het is toch wel heel bijzonder. Ik zal je gelijk even een plaatje laten zien. Ik heb dat nagelaten om dat na te kijken. Dit is hem. Hij ziet er een beetje futuristisch uit. En is hij nou hybride in de zin van dat hij een accu heeft? Of is hij hybride in de zin van iets anders? Ik denk dat hij een accu heeft, want hij heeft ook een heel ander stuur. Of zo. Nee, dat denk ik niet. Volgens mij heeft hij gewoon een accu, maar het ziet er tof uit in ieder geval. Ziet er tof uit. Het is cool. Oké, goed. Dat dus is dat. Dus geen blockchain specialisten bij Defensie of zoiets? Nou, misschien ook wel. Heb ik ook nog aan gedacht. Encryptie bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus in encryptie, dan kunnen ze je vast ook gebruiken, want er wordt natuurlijk ontzettend veel geencrypt. Zeker weten. Geheimtaal en zo, communicatie, weet ik veel. Oké. Einde mededeling. We gaan de prijsanalyse doen. Madelon. Ja, ik hoop dat mijn grafiek inmiddels geladen is, Herbert. Want het internet was hier niet zo snel, maar hij doet het. Thank God. We zien die opwaartse trend van Bitcoin. Dus al deze week best wel goed gegaan. Ja, al een behoorlijke periode. En vorige week hebben we het gehad over die symmetrische driehoek die op het punt stond om uit te breken. Dat moest binnen een week gebeuren. Waar rempel. De volgende dag. Precies één dag later brak die koers uit. En die brak opwaarts uit. En die heeft precies het koersdoel behaald wat wij hadden gecalculeerd. $1,000 hè, sindsdien. $11,500 was ongeveer het koersdoel. Ja, $1,000 erbij inderdaad. Klopt precies. Bijna nauwkeurig. En we zagen daarna dat de koers langzaam een beetje terugviel. En nu binnen die grote opwaartse trend, in ieder geval niet meer aan de onderkant van die trendlijn hangt, maar weer een beetje richting het midden aan het gaan is. En binnen die opwaartse beweging zien we dus nu aan de onderkant een nieuw soort trend ontstaan die ook opwaarts plaatsvindt. Maar ik zag toevallig gisteren was dat volgens mij een tweet van Mark van der Sijs voorbij komen. En die zei al, bij zoveel positief nieuws begrijp ik eigenlijk niet dat de koers niet veel hoger staat dan waar die nu daadwerkelijk op staat. We hadden natuurlijk Grayscale, we hadden Square. Ja. En naar aanleiding van Square ging die koers natuurlijk al een beetje omhoog. Die brak uit die driehoek. Dat werd een self-fulfilling prophecy. En die markt ging mee tot aan het koersdoel. Dus ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje met Mark eens. Ja, echte vraag was volgens mij eigenlijk, wie is er nu aan het verkopen? Wie verkoopt er nu? Ja. En toen was er iemand en die reageerde, dat vond ik wel een hele mooie. In ieder geval niet het slimme geld.
Okay, stapt in. Ja. Die maakt gebruik van de situatie. Precies, dat denk ik ook. Maar goed, het bleek wel dat hij verwachtte dat de koers eigenlijk hoger had gestaan op dit punt. Nou, er zijn er wel meer die dat denken of die dat willen. Maar ik kijk er wel op een iets andere manier tegenaan. Oh, ik ben benieuwd. Ja, zal ik je vertellen. Toen de koers reageerde op het nieuws over Square. Voor het niet weet, hè, Square heeft voor 100 zoveel miljoen. Dat was toch weer Lucas? 50 miljoen was het. 50 miljoen, neem ik aan. Dollar. Hebben ze Bitcoin gekocht in navolging van MicroStrategy. Hè? Die hadden voor 250 miljoen. Nee, daarna nog meer. 4,25 in totaal nu. 4,25 in totaal. Ja. Toen de koers reageerde op Square, dacht ik... Aha, de Bitcoin koers reageert in ieder geval weer op dat soort dingen. Want weet je nog dat in de bear market wij hier met z'n allen tegen elkaar hebben gezegd... keer op keer weer, of het nieuws nou goed is of slecht... Er gebeurt niks. De koers reageert helemaal nergens op, behalve dat hij zijn eigen gang gaat. En in die tijd was het dan vooral naar beneden. Ja. En die tijd is voorbij. Terwijl in 2017 dat wel gebeurde, als er dan gelijk nieuws naar buiten kwam. Bam, dan ging het weer of heel heftig omhoog, als het goed nieuws was. Of als China de exchanges verbood of zo, dan ging het baf, gelijk geweldig naar beneden. Ja. En dat komt dus geleidelijk aan weer terug. Is dat dan positief? Wat is jouw conclusie daaruit? Dat weet ik eigenlijk niet of ik dat goed of slecht vind. Maar ik stel in elk geval vast dat het gebeurt. Ja, toch is het aantal... partijen wat zichtbaar dit soort aankopen doet, is toch steeds heel beperkt. Natuurlijk, het is dan een groot nieuws. Ja. Het is ook nog eens Jack Dorsey, dus een belangrijke man, belangrijke speler, groot bedrijf. CEO van Twitter. Hij doet op zich een heel klein gedeelte van zijn assets die hij heeft in Bitcoin. Een mooie whitepaper erbij om aan te geven hoe je dat ook kan doen als je het ook wil. En niet meteen de hele markt te verstieren. Dus allemaal heel nobel van hem. en er is sindsdien ook een, hebben jullie denk ik wel gezien, er is een Bitcoin Treasury list op dit moment... op internet verschenen van beursgenoteerde bedrijven die dan Bitcoin in asset hebben. Oké, dat had ik niet gezien, maar vertel. Dat is een grappig lijstje en dat lijstje dat groeit enorm. Natuurlijk met MicroStrategy bovenaan met die 425 miljoen. En Square zat er ook bij, maar ook Galaxy Digital natuurlijk, die we al wat langer kennen. De Hut 8 Mining van Mark van der Sijs, waar je het net even over had, staat erop. En daar is net aan toegevoegd, dat is dan nog later dan Square, is ook Stone Investments of Stone Rich Asset Management aan toegevoegd. Die hebben ook 115 miljoen. Maar in zekere dat soort asset management vehicles zitten natuurlijk eigenlijk heel veel kleinere ondernemers of instituten of bedrijven die een soort van stilletjes onder de radar zonder het nou publiek te melden. Ja, want jij zei net al heel subtiel bedrijven die hier geld in hebben gestoken voor zover bekend. Ik weet niet hoe je het verwoordde, maar er zijn dus ook gewoon bedrijven die dat onder de radar doen. Ja, kijk, als het percentage van je assets klein is wat je in Bitcoin stopt, hoef je dat sowieso niet te melden. Kan je het vaak ook al zelf besluiten zonder dat je daar iets nog verder mee hoeft te doen. Kijk, die grote aanschaffen natuurlijk niet. Maar ziet wat nu wel bijzonder is van dit lijstje, is dat de purchases, zoals ze dat hier worden genoemd, is dat het voornamelijk in 2020 plaatsvindt. Er staan er enkele tussen 2015. Ja, dat klopt, ja. Maar de rest is allemaal van dit jaar. Dus het is een trend? Ja, het is een trend. Misschien wel een trendbreuk daarmee. Ook. Ja. Dat is interessant. Grayscale staat natuurlijk ook heel dominant op. Die heeft ook ontzettend veel holdings. Maar dat zijn dus ook, dat is niet allemaal Grayscale zelf, maar weer allemaal gewoon institutionele beleggers die via Grayscale een blootstelling hebben aan Bitcoin. Er zijn ook wel lijsten van. En wat interessant is dat de totale som van deze bedragen nu op zo'n 6,5 miljard dollar staat. Maar 4 jaar geleden stond de hele market cap van Bitcoin op 6,5 miljard. Ja. Dus nu heb je met 6,5 miljard dollar listed companies, heb je nu op zich, van die 6,5 miljard ten opzichte van de 220 die Bitcoin nu uitmaakt, is het nog klein te noemen. Dus zou je ook kunnen zeggen, het nieuwtje van Square levert ook wel heel veel beweging op de koers op. Ja. Want procentueel gezien is de impact misschien kleiner. Maar dit zijn natuurlijk coins die ook niet zo snel meer bewegen. Het zijn strategische aankopen. Ja, het maakt natuurlijk het schaarste effect groter. Dat is wel wat er gebeurt. Ja, ja. Maar het is nog steeds maar met al die partijen bij elkaar. 6,5 miljard van de 220. Dus er moet natuurlijk nog wel meer bewegen. Maar, maar is jouw indruk dat er nog veel meer schapen over die dam heen zullen gaan? Nou ja, toen MicroStrategy kwam met zijn grote nieuws en zijn aankondiging en dus ook zijn onderbouwing waarom die instap deed, dacht ik wel bij mezelf, nou, het gaat natuurlijk niet zo heel lang duren voordat de volgende komt. En als die er is, dan gaat het korter duren voordat degene daarna komt. En dat is ook precies zo gebeurd. Precies wat er gebeurt. Ja, dus bijna exponentieel gewoon. Ja, het gaat van een paar weken, nou dan en dan weer een weekje ertussen, weer een dag ertussen. Dus dat nieuws, dat gaat nu hard. En ik denk dat er talloze partijen zijn die het ofwel doen, hè, in een fonds, of dat ze het nu actief bespreken op managementniveau of ze hierop in willen stappen. Spannend. Ja. Goed zo.
Ben je klaar met de prijsanalyse, ja, ja, Madelon? Dat was de analyse voor nu. Ik heb nog niet echt gehoord wat je denkt dat er nu in de komende week gaat gebeuren. Wat is dan je beleggingsadvies, Madelon? Ik geef geen beleggingsadvies. Oh, dat deed je niet. Nee, wat we nu zien is dat aan de onderkant van die bandbreedte, dus van die trendlijn die gevormd wordt, dat de koers wel nog aan de onderkant daarvan van hangt. En als je goed kijkt, dan zie je dat het nieuwe plafond wel een stukje hoger ligt. Dus het vorige plafond lag rond 11.150. Nou, nu hebben we weer een plafondetje hoger. We gaan nu, als het goed is, een hogere bodem zetten. En daarna kunnen we weer naar een hoger plafond. Die hogere bodem die moet dus hoger liggen dan de bodem van 10.500. Als we daar boven blijven, dan is er mijn inziens nog steeds een hele sterke opwaartse trend zichtbaar. Ja, dus ja, vanuit dat perspectief positiviteit. En we hebben nu al heel lang onze kop gestoten tegen de 12.000. Mm-hmm. Is die te nemen zo langzamerhand, denk je? Die 12.000 zit wel binnen dat opwaartse trendkanaal. Daarvoor is het dus de bedoeling dat die koers nog wel een stukje terug, een stukje verder opwaarts gaat. Maar ik verwacht eerst dat de koers eventjes wat terugzakt, even op adempauze komt. En pas daarna weer die 12.000 in ieder geval die kant op gaat zoeken. Maar die mogelijkheid is er zeker. Dan is wel de verwachting dat hij daar niet in één keer overheen knalt. Maar eerst een plafond ondervindt en weer even op adempauze komt. Toch en wel dan pas doorstroomt. Ja. Dat gaat, voor hoe ik de grafiek er nu bij zie liggen of voor zie liggen, niet in één keer. Nee. En ik hoor al een tijdje niemand meer, jou ook niet, over de futures gap. Nee, die ergens zit er nog steeds. Van de 9600. Is die nog in het spel of kunnen we die verder vergeten? Nee, hij zit er nog steeds. Op het moment dat we onder die hele sterke supportlijn vallen, die eigenlijk al vanaf mei, ongeveer 10 mei, stand houdt. Als we daaronder vallen, dan kunnen we ook echt weer fors terug. Dus dan moet je denken aan 8800, waar de supportlijn ligt. En er liggen nog wel horizontale supportlijnen wat boven. Maar dit is echt die grote driehoek die dan eerst weerstand was en die daarna weer steunlijn wordt. Ja. Die mogelijkheid is er nog steeds. Die is nu niet. We moeten zorgen dat we boven die steunlijn blijven vanaf maart. Als we daar boven blijven, dan zijn die gaps niet zichtbaar. Maar mochten we eronder vallen, dan gaan we er toch weer over praten. Ja, precies. Dus de heethoofden toch een beetje af te koelen. De 8800 is nog niet helemaal buiten beeld. Nog niet helemaal. Nee. Nee. Oké. Okay. Goed zo. Zijn we toe aan nieuws? Lucas, jij hebt al eigenlijk één nieuwtje losgelaten. Namelijk, er is weer een schaap over die dam. Er is weer een bedrijf dat zijn spaargeld, officieel zijn financiële reserves, voor een leuk deel in Bitcoin heeft gestoken. Maar je had meer nieuws. Nou, in lijn daarop, er is ook een studie gedaan vanuit de Universiteit van Cambridge. In de crypto space zelf. En dat is een studie die ook publiekelijk beschikbaar is. Nou, misschien voor de camera, dit kan je downloaden. Kunt ik even in de notes misschien maken zetten. Wel precies in de show notes. Ja. En het is een studie geweest in de industrie zelf. Dus er zijn 280 partijen in de industrie. Dus dat gaat van miners tot exchanges. Partijen die iets te maken hebben met crypto. Die zijn geïnterviewd over 50 landen. Dus dat geeft een beetje een globaal beeld over de stand van de crypto-industrie. En er stond, het is een vrij dik rapport, dus ik ga het niet voorlezen. Maar er zat ook een aardig hoofdstuk in over regulering. Omdat het natuurlijk een gedeeltelijk is het onderwerp waar we hierover spreken. Ja. En er zitten wel wat interessante feitjes in die ik wel ook in de trend van de volwassenwording van de space toch wel relevant vond. En onderbouwend ook in die volwassenheid. Bijvoorbeeld dat een aantal dingen dat 13% dat 13% van de Europese partijen die nu in de crypto actief zijn. Nee, dat 13% van de kosten van de partijen die nu in Europa actief zijn in crypto, dat die 13% van die kosten dus gemaakt worden om een compliance te kunnen doen. Dus er wordt echt geïnvesteerd in mensen voornamelijk. En systemen om compliance hierin te kunnen richten. Dat is een behoorlijk percentage. Ja, en Europa is daar ook het hoogste in. Als je het vergelijkt met de rest van de wereld. Dus Amerika zit op een 8 en wij zitten op 13. Dus significant meer. Dus dat doet vermoeden dat Europa wat strenger is en dus wat meer aandacht nodig heeft. Zeker. Heeft of dat je kunt strenger zijn zonder dat nou per se nodig is. Is ook wel gezegd in dit verband. Dus ik interpreteer het meer dat de regulering bepaalt dat je dermate veel werk moet doen om je klanten te leren kennen en de regulering toe te passen. En dat je daar gewoon wat meer. Precies, dus de regulering eist dat, maar dat staat helemaal los van of je die regulering ook terecht vindt. Zeg ik maar eventjes. Dat staat er los van. Omdat we mensen hier over de vloer hebben gehad die zeiden die regulering is eigenlijk te streng. Maar daar komen we straks wel op.
Ja, heb ik ook wel een mening over. Is misschien anders. Leuk, maar dat, komen we straks op. Ja, dat is helemaal goed. Een paar hele korte dingen die er ook in staan. Is dat het sinds 2016 jaar op jaar het aantal gegunde licenties is verdubbeld. Dat meer dan 99% van de partijen nu KYC-checks doet. Dus dat is dat bijna 100%. En dat ook de partijen die tot nu toe alleen crypto exchange deden, dus waar je met crypto in en uit kon, maar niet met fiat, dat 30% daarvan ook fiat heeft toegevoegd aan zijn dienstverlening. En als je natuurlijk fiat geld wil gaan handelen, dan heb je natuurlijk echt wel iets, dan ga je uit het traditionele domein in crypto. En dat vereist weer vaak dat je aan de regelgeving. Dus dat doet. Cryptopartijen zich hun dienstverlening uitbreiden naar fiat. Ja, precies. En dat is ook en daar zit dan natuurlijk meteen regulering omheen. Ja. Dus overigens zei je net, bijna allemaal doen ze aan KYC. Ja. Dat heb ik waarschijnlijk in een ander rapport kort geleden ook gezien. En toen kwam eruit naar voren dat inderdaad bijna iedereen aan KYC doet, maar niet voor al zijn klanten. Dus niet voor al zijn bedrijfsactiviteiten. Ja. Kortom, een bedrijf dat aan KYC doet, kan soms nog best wel wat meer doen om echt zichzelf goed op te stellen in de zin van witwassen. Klopt, en in dat detail gaat het rapport ook niet in. Dus of gaat het doen aan KYC dan ook voldoende is. En of dat in Zuid-Amerika misschien heel anders is dan in Nederland. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En wat ik ook wel interessant vond, dat je door die KYC en de regulering die toegepast wordt ook steeds meer de restricties van het beleid kan gaan zien. Dus bijvoorbeeld het land, als je uit Iran komt, dan heb je de minste kans om toegelaten te worden op een exchange. Dus meer dan 40% van de exchanges die staan dan jou niet toe als klant. Nu Iran kan iedereen zich nog wat bij voorstellen. Er zijn natuurlijk op allerlei sanctielijsten ook. Hetzelfde geldt voor Noord-Korea, die scoort net zo hoog overigens. En Sudan scoort ook al hoog. Maar opvallend vond ik dat Amerika ook door 35% van de exchanges niet wordt toegestaan. Dus een US person met de lange arm van de Amerikaanse wetgeving wordt door veel exchanges of gereguleerde partijen op dit moment niet als een klant gezien. Dat is in Nederland niet als klant te hebben. Ja, dat is eigenlijk niet heel bijzonder, want in Nederland is dat ook zo. Als je een bankrekening wil aanvragen en je bent US person, dan krijg je die in vele gevallen niet. Nee, dat heeft ook met de sanctielijst waar Iran inderdaad op staat ook mee te maken. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor ons. Hè, maar wij accepteren op dit moment ook geen Amerikaanse staatsburgers bijvoorbeeld als klant. Doe ook bewust niet, want dan moeten we aan veel meer regelgeving voldoen dan waar we nu aan moeten voldoen. Ja. Dus niet zozeer dat ik Amerikaan niet mag, maar het heeft wel te maken met het feit dat daarmee de drempel nog hoger wordt. Ja. En waarschijnlijk is het kostentechnisch ook een behoorlijk ding. Ja, dus Amerikanen doen het gewoon bij Amerikaanse partijen. En zo ga je wat meer lokaal shoppen, schat ik even in. Ja. Ja. Maar ik vond het best interessant. Er gaat zo nog veel meer in overigens in dat rapport. Maar het is wel, het geeft een beetje aan dat de volwassenwording van die space allerlei effecten heeft. Oké, help ons aan een link naar dat rapport. Dan zetten we dat in de show notes. Oké. Madelon, jouw nieuws. Ja, zal ik mijn nieuws vertellen. We hadden het natuurlijk net eventjes kort over die aankoop van Square. En het is wel heel erg grappig, want er is een onderzoek verschenen vanuit JP Morgan. En JP Morgan die prijst de aankoop van Square aan of positief. Ze zien het positief. Ik ga heel even kijken wat ze precies zeiden in dat stuk. De strategen van de in New York gevestigde bank beschreven de zet van Square als een sterke blijk van vertrouwen in de toekomst van Bitcoin. Dus ze zijn positief over het feit dat Square de bitcoins gekocht heeft. En ze zien ook dat millennials, veelal millennials moet ik zeggen, de klanten van Square, dat die via de Cash App betalingen met Bitcoin doen. En er was nog een interessant dingetje wat ze aangaven. Square noemde natuurlijk het Bitcoin als instrument voor economisch empowerment. Maar eigenlijk zien die analisten in hun rapport dat de vraag naar Bitcoin vanuit welke partij dan ook. Dus of het nou optiecontracten zijn. Ze hebben het hier in het bijzonder over institutionele klanten. De aankopen bij de CME. De futuresmarkt. Ze hebben het gehad over de millennials die dus de Cash App gebruiken. Bedrijven die zelf hun geld in Bitcoin bewaren. En zij zijn hier eigenlijk best wel positief over gestemd. En ik vond het heel erg bijzonder voor een reguliere bank. Ik heb een niet beetje alleen voor JP Morgan. Precies. De bank van Jamie Dimon. Ja, dus
super interessant. Voor wie het niet weet, hè, die ooit zei... Als in mijn bedrijf, als ik mensen tegenkom die aan Bitcoin wat die dan gaan ook doen, eruit. Die vliegen eruit. Ja. Ja. Maar Michael Saylor van MicroStrategy heeft in 2013 ook getweet dat Bitcoin dood was. Hè? Ja, echt? Ja, ja. En toch 425 miljoen aan Bitcoin kopen. Soms moet je kopen. Even het licht zien. Ja. Blijkbaar. Ja. Ja, maar het lijkt inderdaad alsof we er nu steeds meer achter komen dat er een trendomkeer plaatsvindt, terwijl we dat op de koers dan nog niet helemaal zien. Maar dat grote bedrijven steeds meer richting dat Bitcoin heeft, aan het gaan. Dat heeft Martijn Wismeyer vorige week keurig netjes uitgelegd. Ja, ook natuurlijk van die grote klanten die gaan naar de over-the-counter desk. Ja. En kopen op zodanige manier dat je het op de exchanges niet terugziet. Mm-hmm. Maar dat gebeurde altijd al. Ik weet niet in hoeverre dat meer geworden is. Maar in deze cijfers zie je daadwerkelijk terug dat de afgelopen maanden er steeds meer Bitcoin transacties plaatsgevonden hebben en er meer vraag naar is. Ja, en vroeg of later ga je dat natuurlijk op de exchanges ook zien. Ja, en ook in de koers. Kan niet anders. Ik denk er precies hetzelfde over. Het is allemaal heel positief. Ja, dat was mijn nieuws. Goed zo. Nou, ik heb twee dingetjes. Daar hoef ik niet al te lang bij stil te staan. Ik vond het wel leuk om te merken op... ik vond dat op bitcoin.com, maar dat was... die verwezen weer naar een rapport. Even kijken waar ik dat nu terugvind. Mysteryarchive.com, dat was de bron. Die hebben de aandacht erop gevestigd dat we dat de markt toch wel heel makkelijk zich neerlegt bij het feit dat er nog 444.000 bitcoins van de Silk Road zaak zoek zijn. 444.000 bitcoins. Dat gaat dus om een waarde op dit moment van 4,8 miljard. Is nog steeds zoek. Nou, we zijn wel destijds... moeite waard om even net gaan zoeken. Ja, precies. Ja. We moeten toch maar eventjes het bos in. En, ja. Weet je wel, met stok in de grond prikken. Nee, er zijn destijds 173.991 bitcoins opgehaald. Die zijn gevonden, die met Silk Road te maken hadden. Die zijn ook geveild door de Amerikaanse overheid. Dat hebben we ook op de koers op een gegeven moment wel gemerkt. Hè, dat aan het gebeuren was. Wanneer was dat, zei je, Herbert? Nou, de Silk Road-zaak... Dat was die veiling die voor een groot deel naar de winkelvosbroers gegaan is, neem ik aan. Nee. Was veel later. Want de Silk Road-zaak speelt in, 2015 of zo? Of ik het kan... Nee, wacht eventjes. 2011 tot 2013 staat hier. Was Silk Road actief... De jaartallen die heb ik even niet paraat, hoor. Dat is nou even te moeilijk. Dan zou je terug in de geschiedenis moeten duiken. Nee, volgens mij hebben we die partijen aangeboden zien worden tijdens de bear market. En die leunden toen ook heel zwaar op de koersen. Mm-hmm. Precieze data heb ik daar niet van. Dus ik moet nu geen data noemen en doen alsof dat geldig is. Want ik weet het gewoon niet zeker. Mm-hmm. Maar in elk geval dus bijna 5 miljard aan bitcoin is gewoon nog zoek. Maar wat doe je dan precies met zoek? Want uiteindelijk staat het ergens in een ledger. Je bedoelt dat niemand weet waar het is. Want het zou natuurlijk heel goed kunnen dat... het kan zijn dat ze op ledgers staan op een of andere manier. Ross Ulbricht. De man van Silk Road, de Dread Pirate Roberts, naar wordt aangenomen. Dat die ze gewoon nog heeft. Ja. Maar het zou ook kunnen, want er is ook wel gespeculeerd dat Mark Capellas van Mt. Gox... gedurende enige tijd die Dread Pirate Roberts is geweest, de baas van Silk Road. Ja. En dat hij dat kapitaal beheert op een of andere manier. Maar goed. Er staat trouwens een hele mooie docu op Netflix, als ik me niet vergis, over Silk Road. Dat is wel een echt goede een aanrader. Ook over Ross Ulbricht en Dread Pirate Roberts. Dus ik zou de luisteraars ook aanraden om die even te bekijken. Want dat schetst wel een heel mooi licht op dit verhaal. In ieder geval afhankelijk van wat je aanneemt. Kijk, als dat in het bezit zou zijn geweest van Ross Ulbricht op het moment dat hij gearresteerd werd, dan zijn die ledgers waarschijnlijk op dit moment onbeheerd. Mm-hmm. En is dat kapitaal op dit moment onbereikbaar. Zou het in het bezit zijn van Capellas of nog iemand anders, dan kan het zijn dat die bitcoins al lang hun weg naar de markt gevonden hebben. Ja. Dat is dan ook wel redelijk plausibel. Hè? Als die in het bezit zijn van iemand, of je gaat hoddelen, maar in elk geval... die kunnen dan al lang beschikbaar zijn voor de markt. Misschien een rare vraag hoor, Herbert, maar... kan je dit niet via Chainalysis achterhalen? Ik denk het niet, want als die dingen sinds
het oprollen van Silk Road niet meer zijn aangeraakt, dan weet je ook niet wie dat in zijn bezit heeft. Maar ze stonden toch ergens in één wallet van... Ja, dat is een beetje de vraag. Als het natuurlijk één wallet is, dan zou je hem wel qua volume kunnen vinden. Want het is natuurlijk een grote wallet dan. Ja. Maar als het natuurlijk ook nog verspreid is, dan wordt het wel lastiger. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Dus maar ja, Ross zit volgens nog in de gevangenis. Ja, ja. Dat gaat nog heel lang duren. Deep Web heet de documentaire trouwens. Volgens mij heeft hij twee jaar levenslang gekregen, als ik me niet vergis. Hij heeft twee keer levenslang gekregen, ja. Precies. Dat vrij lang in ieder geval, ja. Ik zal die docu even in de show notes zetten. Die vind ik wel. Oké, dus dat was mijn ene nieuwtje. En het andere nieuwtje was ook wel aardig. Dat kwam ik tegen op bitcoinmagazine.nl. Het was een lijstje van de meest crypto-vriendelijke landen. En geef ik jullie even te raden wie daar bovenaan zou staan. Oh, ik was hem net aan het intikken. Ik denk Malta. Ik denk de Bahama's. En verder weet ik het niet. Ja, ik weet niet precies wat je onder crypto-vriendelijk verstaat. Maar ik neem wel aan dat landen waar op dit moment de lokale munt onder druk staat, dat die in ieder geval het meest gebruik maken van crypto's. Kijk, all-time high in Turkije is volgens mij in augustus alweer gehaald. Dus daar is de Bitcoin-koers weer boven zijn vorige all-time high. Dat is niet zozeer omdat daar Bitcoin nou... Maar gaat het in deze om belasting? Het gaat niet om vooral... belasting, maar omdat dus de lokale munt zoveel in waarde afneemt. Zoals in Turkije gebeurd is. Dat hij daar dus ook daarmee... Nou, ik weet niet of het crypto-vriendelijk is, maar in ieder geval populair. Ik begrijp wat jij zegt. Je hebt het over populariteit. En crypto-vriendelijk, dat wordt wel bedoeld uit fiscaal en juridisch oogpunt. En het leuke vind ik, want Malta, denk je inderdaad vrij snel aan. Hè? Dat is een heel goed voorbeeld. Maar het land dat bovenaan staat is Wit-Rusland. Wow. Grappig, hè? En Duitsland als tweede. En Duitsland staat als tweede. Even kijken, Malta is duidelijk. Singapore, Zwitserland is natuurlijk wel duidelijk. Omdat je daar kun je zelfs in sommige kantons kun je belasting betalen in bitcoin. Ja. Dus een interessant lijstje. Waar staat Nederland? In het Nergens. Lijstje? Staat niet in het lijstje? Nee. Komt niet voor. Niet bij de bovenste negen in elk geval. Ja. Maar bij elk land staat in dit lijstje vermeld waarom het land zo hoog staat in het lijstje. Dus het is grappig om even na te kijken. En je kunt altijd nog naar Wit-Rusland verhuizen als dat je interessant lijkt. Ja, want Bitcoin is daar dus voor individuen en bedrijven tot 2023 vrijgesteld van belasting. Ja. Maar ik weet niet of dat lokkertje nou in verhouding staat tot de politieke onrust in Wit-Rusland. Dus ik zou toch nog even nadenken of dat je daar nu per se naartoe wil om dat... argument. Er is meer dan alleen crypto-vriendelijkheid. Ja. Zeker. In Nederland heb je bepaalde vrijheden die misschien ook wel wat waard zijn. Ja. Oké. Nou, ik denk dat we verder kunnen met het gesprek met Lucas. En dan geef ik even het woord aan jou, Madelon. Ja, ik ben allereerst even benieuwd hoe jij voor het eerst met Bitcoin in aanraking gekomen bent. De vraag die we aan iedereen voorleggen. Ja, het is wel een tijdje geleden natuurlijk al, want ik heb niet het exacte moment voor ogen. Maar ik ben niet al heel lang actief in de crypto. Ik heb hiervoor ondernemersachtergrond en IT-achtergrond. Dus ik heb bij een grote IT-corporate gewerkt en ik ben in 2007 voor mezelf begonnen. Vanuit die corporate en een eigen bedrijf gestart. En dat heb ik bijna 12 jaar gehad. En uiteindelijk verkocht aan KPN. Dus dat is in 2018 is dat afgerond. Mm-hmm. En in die eindfase daarvan kom je natuurlijk een beetje in aanraking met geld. Hè? Wat geldt nou eigenlijk als je het hebt? Wat is het nou eigenlijk? Ja. En hoe werkt dat systeem? En hoe meer ik richting het eind van die afronding van mijn vorige werk zeg maar ging, heb ik ook even pauze genomen. Gemerkt dat pauze nemen, dat ik daar nog iets te jong voor was. En mijn interesse in die crypto's was toen al enorm gewekt. En dan ga je eerst maar eens voorzichtig instappen. En instappen betekent voor mij dan dat je gaat inlezen. Dat je gaat de boeken gaat lezen die erbij horen. En de whitepapers die je op internet kan vinden. En de klassieke rabbit hole doorgaat. Totdat je tot de conclusie komt dat als eerst het huidige systeem nogal wat manco's kent. En dat crypto en specifiek bitcoin nogal wat antwoorden geeft op die fouten die je in het huidige stelsel tegenkomt. Dus het wordt een hele logische keuze om daar dan ook in te investeren. Omdat je, zeker als je een klein vermogen hebt, dat je denkt, ik wil dat ook gewoon veiligstellen. En ik wil daar toekomstgericht mee bezig zijn. Mm-hmm. En niet alleen maar zorgen dat het niet minder waard wordt. Weet je gaat er uiteindelijk begint het klein, begint bij jezelf. Tot ik denk van, dit is eigenlijk een instrument waar je veel meer mensen mee in aanraking wil laten komen. En ook om de juiste redenen. Niet zozeer omdat het een speculatieve asset is, maar omdat er echt een toegevoegde waarde is voor iedereen die, of het nou klein of veel geld is, die zijn vermogen wil zekerstellen. En wat was toen de stap daarna? Want dit klinkt als vrij kort geleden. Ja,
Nee, ja. Het was in de periode. De eerste aanraking was denk ik zo'n beetje in 2000. Moet ik het even goed zeggen? 2017. Dus, 2018. Dus na de echte. Naar de piek en toen is hij ingezakt. En toen was het, stond hij rond een koers van 8000 in die kant. En toen waren we op vakantie in Japan. Dat was natuurlijk echt wel aardig. En toen was ik net een beetje ingestapt. En mijn familie zegt ook tegen me dat ze 's ochtends aan mijn gezicht konden zien. Oh. Of het een goede dag was of een slechte dag was. Dus de ene dag kon ik zeggen, nou, we hebben de vakantie er alweer uit. En de andere dag kon ik zeggen, wat een dure vakantie. Ja. Dus ja, daar maak je dan kennis met de volatiliteit die erin zit. Maar dat is wel het moment wat ik echt wel serieus ben naar gaan kijken. En wanneer kwam dan het moment dat je dacht, ik moet hier iets mee doen. We moeten een dienst gaan aanbieden, een product gaan aanbieden aan onze klanten. Hoe ging dat proces in? Nou, er zijn processen. Als eerste wilde ik de business waar ik uitkwam, dus de IT en de telecom. Ja. Daar wilde ik per se uit, dus daar wilde ik niet opnieuw iets in beginnen. Dat was een van de voorwaarden die ik had. Dus ik wilde ook met nieuwe mensen kennis maken, maar voornamelijk ook in een nieuwe industrie. Ik ben natuurlijk wel een techneut van huis uit, dus ik wilde wel iets met doen wat een technisch component heeft. En die crypto's sluiten daar heel goed op aan. Behalve dat in één keer het monetaire onderdeel van crypto en bitcoin specifiek, maar ook ontzettend ging boeien. Dus daarmee gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Dus ik begon langzaam een beetje de meetups af te lopen die in Amsterdam en in Rotterdam en zo plaatsvonden. Mm-hmm. Gewoon om mensen te leren kennen en te luisteren naar wat mensen erover te zeggen hebben. En toen liep ik tegen twee kerels aan en die waren eigenlijk net begonnen met het openen van een OTC-desk. Zo noemden ze dat toen ook nog. Ja. En die waren daar mee bezig. En jong en enthousiast. En ik was iets minder jong, maar wel net zo enthousiast. En ik dacht van, misschien kunnen we dat gewoon met z'n drieën doen in plaats van met z'n tweeën. En zij zagen iets in mijn toegevoegde waarde en ik in die van hun. En was het eigenlijk vrij snel beklonken dat we dit met z'n drieën tot succes wilden brengen. Ja. Dus we hebben elkaar gewoon gevonden. Tof. En even terug nog naar het stukje dat jullie hebben elkaar gevonden, zeg je. Wat was het dan wat jou zo triggerde dat jij dacht, hier moet ik iets mee. Ik moet iets gaan aanbieden wat er op dit moment nog niet is. Dat was toen de OTC-desk. Dat is later veranderd, als ik het goed begrijp. Of? OTC-desk klinkt heel technisch. Ja. En daarmee denk ik dat we daarmee niet zomaar de plank mee misslaan. Want mensen zijn helemaal niet op zoek naar techniek. Ze zijn op zoek naar een manier om hun vermogen veilig te stellen. Of om het te doen groeien. Want die twee elementen heeft natuurlijk allebei. Mm-hmm. Maar voornamelijk, het is voor mij toch wel echt begonnen met het feit dat ik vond dat ik niet tevreden was over hoe het geldstelsel op dit moment werkt. En hoe het toch door een klein aantal partijen bepaald wordt. Hoe de inflatie eruit ziet. Bijvoorbeeld dat er überhaupt inflatie is. Dat concept er is. Wie bepaalt of er waar geld naartoe gaat. En hoe het werkt. Al die elementen met al zijn diepgang. Ja, ik vind het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat er ook alternatieven zijn. Dus het is gewoon vooral begonnen. Omdat ik denk, wat ik geleerd heb. Dat wil ik ook heel graag overdragen aan anderen. Mm-hmm. En dan is het logisch als je dat in bedrijfsmatige vorm ook aanbiedt. En wat je uit je verhaal tot nu toe blijkt voor mij, zou ik wel zeggen, wat is Amdax voor bedrijf? Maar jullie zijn in feite een gespecialiseerde OTC-desk. Klopt dat ongeveer? Ja, dat klopt wel. We zijn geen exchange met eigen orderboeken, als je het vanuit de techniek zo bekijkt. Ja. Maar wij kopen in bij liquidity providers. Dus wij zijn inderdaad iemand die over-the-counter transacties faciliteert. Ja. Dus daarmee belast je inderdaad de orderboeken niet. Dat maakt het inderdaad geschikt voor grotere transacties. Ja. En wij kopen dus dan ook in bij die partijen die op dat moment de beste koers aanbieden. Je kan smart order routing toepassen en zorgen dat je altijd voor je klant de beste inkoopprijs kan aanbieden. Ja, een beetje naar het verhaal wat Martijn bij ons vertelde vorige week, hè, Marlon? Ja. Maar dan zonder die exchange eromheen, blijkbaar. We kopen een beetje zoals je de wholesale inkoop kent, kan je dat ook doen voor crypto. Ja, precies. Eigenlijk dat effect is het. Ja. En kunnen we dan stellen dat jullie daadwerkelijk een fonds zijn? Of is dat net een luchtig? Nee, een fonds is echt totaal iets anders. Er wordt vaak in één hoop genoemd. Ook AFM en DNB wordt vaak in één zin gebruikt. Maar dat zijn andere instituten, ook andere concepten. Nee, een fonds in principe, als je gewoon een Bitcoin fonds neemt. Dan ga je daar met euro of dollar in. Mm-hmm. En dan krijg je blootstelling aan de onderliggende crypto die in dat fonds voorhanden zijn. Ja. En als er dan koerswinst is, dan kan je er weer uit en dan krijg je euro of dollar terug. Maar de onderliggende asset is nooit van jou.
Dat is een belangrijk verschil. En dat geldt eigenlijk voor alle fondsen. Je bent wel blootgesteld aan de asset, maar de asset is niet van jou. Dat is heel, is ook vanuit de historie heel zinvol hoor. Want als je natuurlijk blootstelling wil hebben aan een vastgoedmarkt, ja, dan is het heel handig als je daar voor een paar duizend euro in de vastgoedmarkt kan. Zonder dat je meteen een appartement in Amsterdam-Zuid hoeft te kopen. Want dat maakt het natuurlijk heel onhandig om te investeren in een bepaalde sector. Dus een fonds is een soort van afgeleid model om te zorgen dat je wel blootstelling hebt zonder dat je alle lasten hebt of de complexiteit van de markt hoeft te doorgronden. Ja. Dat zie je ook met goud natuurlijk heel veel en met allerlei andere financiële producten zijn fondsen heel gebruikelijk. Ja. Ja. Dus wat je zegt, is, voor mij als consument is dat eigenlijk wel nieuw. Dat als je bij wijze van spreken Robeco'tjes koopt, dan zit je dus in bepaalde aandelen. Maar die aandelen zelf, die zijn niet van jou. Je bent er alleen blootgesteld, uitdrukt, fonds, aan de kuren van die aandelen. Of die nou omhoog of omlaag. Ja, precies. Je hoeft ook niet zelf die aandelen te kopen. Dat doet het fonds dan voor je. Dus dat zeker is ook fijn. Je kunt 0,135 aandelen kopen van een of andere. Ja. Ja, en dat is bijvoorbeeld bij goud ook heel gebruikelijk. Want goudstaaf opsturen is er op het algemeen ook vrij lastig. En dan moet je hem ook zelf bewaren. En dus er zijn voor heel veel markten is een fonds een heel goed idee. Ja. Alleen voor puur als je crypto wil hebben, als je bitcoin wil hebben, vind ik een fonds eigenlijk niet zo zinvol. Als eerste tijd daar natuurlijk geld voor. En een fonds is denk ik zinvol op het moment dat de settlement, dus het daadwerkelijk verkrijgen van het product versus de transactie, als dat heel ver uit elkaar ligt. Dus als jij goud koopt en het duurt 3 weken voordat je thuis hebt, dan heb je een groot verschil tussen de koop en de settlement. Ja. Maar bij bitcoin is de koop en de settlement is instantaneously. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Want op het moment dat jij de transactie doet, dan is het ook meteen voor jou. En dat zit aan elkaar verbonden. Ja. En dat maakt bitcoin ook zo mooi. Dus bitcoin kopen via een fonds, denk ik, doe het niet. Je betaalt alleen maar voor. Je hebt de asset niet. En je moet er met euro in, dan gaat er met euro uit. Ja. Terwijl je natuurlijk gewoon beter het product zelf kan aanschaffen. Maar jij zegt nu dus een fonds, daar stap je in. Dus je hoeft dan zelf niet, dat je in een bitcoin fonds zou stappen, of jezelf niet de bitcoins te bewaren. Hoe gaat dat bij jullie? Moet een klant dat zelf bewaren? Nou ja, bewaren is natuurlijk altijd een onderdeel van de complexiteit van bitcoin. Ja. Dat kan een goede reden zijn om wel in een fonds te gaan overigens. Precies, ja. Dat kan. Alleen je ziet nu, en dat was zeker vroeger denk ik complex, want dan kwam je toch niet veel verder dan dat je het zelf maar je cryptosleuteltjes moest gaan opslaan. Nou ja, ondertussen heb je natuurlijk gewoon volwaardige kluizen en vaults en custodian oplossingen om je crypto op te slaan. Dus wij hebben dan ook nu vanuit de DNB de regulering over 2 diensten die we mogen aanbieden. Ja. En de ene dienst is dat we de exchange functie mogen voeren. Dus wij mogen mensen die met euro instappen de transactie laten doen naar bitcoin toe of naar andere crypto's en terug. Dus we kunnen van fiat naar crypto en crypto naar fiat. Mm-hmm. Dat is het ene deel van de licentie. En de andere, ik zeg licentie, zeg ik verkeerd. Registratie. En het andere gedeelte van de registratie is dat wij ook de custodian functie of de bewaarfunctie mogen uitoefenen. Dus wij mogen crypto's voor klanten opslaan. Okay. Het is niet verplicht bij ons. Als mensen dat niet willen, dan mogen ze het ook zelf doen. Maar we zien mensen, ik denk dat je in je vooronderzoek gezien hebt dat wij ons richten op de markt vanaf klanten vanaf 2,5 bitcoin. Ja, dat zijn op zich bedragen waar mensen zich niet heel lekker bij voelen om dat thuis dan maar de sleuteltjes te bewaren. Mm-hmm. Ja. Dus de klanten die we nu hebben, die kiezen voor beide diensten. Dus zowel de wisseling als het opslaan van die crypto bij ons. Ja. En hoe gaat dat? Stel er komt een klant bij jullie. Hoe ziet dat proces er dan uit? Nou, voor mij is het ideale proces dat we die klant eerst leren kennen. Dat we goed begrijpen wat zijn wensen zijn en wat zijn beweegredenen zijn om in crypto of in bitcoin te stappen. Ik denk ook dat daar het meest te winnen is. Want mensen hebben dus bijvoorbeeld nu al het nieuws opgepikt dat we geregistreerd zijn. Ja, jij zei al, onze website die liep op een gegeven moment over met traffic toen we in de ochtend, wat was het, 7 uur 's ochtends bij BNR in de studio. Ja, dat is wel grappig. Ja. Om 6:30 's ochtends een live interviewtje. En ik zag tijdens dat gesprek het aantal mensen dat op de website aan het koekeloeren was wel toenemen. Ja, het is opvallend hoeveel mensen die interesse hebben. Ja, dus ik denk dat er ook heel veel latent interesse is. Mm-hmm. En dat mensen wachten totdat er een regulering van toepassing is. Dat ze toch een extra gevoel van comfort geeft om in te kunnen stappen. Ja. Maar even terug naar mijn initiële vraag. Stel, ik wil bitcoin kopen en ik klop bij jullie aan. Hoe ziet dat proces eruit? Nou, ik wil eerst graag de beweegredenen weten waarom je erin gaat stappen. Of je begrijpt wat je eigenlijk koopt. Mm-hmm. Want ik denk dat daar, wat ik al zei, het meeste winnen is. Ga eerst maar uitleggen wat bitcoin is. Dus heel veel mensen hebben er echt nog steeds geen idee. Denken dat het alleen maar met witwas te maken heeft, een criminele activiteit. Ja, ja, ja. Dus we proberen klanten die rabbit hole, waar we zelf allemaal doorheen gegaan zijn, ook doorheen te laten gaan. En vervolgens is er een aanmeldproces waarin wij die klanten natuurlijk moeten gaan leren kennen. En kennen is één, maar we moeten ook begrijpen, bijvoorbeeld als die wil instappen met 2,5 bitcoin, is dus nu zo'n kleine 25.000 euro, iets minder.
Ja, dan moet ik ook weten of dat geld wat die man of vrouw wil inbrengen, wat de bron van dat geld is. En dan moet ik op controleren. En ik moet controleren of de klant in kwestie op een sanctielijst staat. Zijn er meer controles die onderdeel zijn van die witwas- en terrorisme financiering wetgeving. Mm-hmm. En die doen we allemaal. En op het moment dat die klant daar doorheen is, dan is hij geonboard en kunnen we feitelijk het geld van die klant ontvangen, beschikbaar stellen in zijn account en kan die overgaan tot het aankoop van Bitcoin of andere. Wat mij dan wel fascineert is, want ik heb zelf ook wel eens ergens moeten aankruisen van waar komt je geld eigenlijk precies vandaan? En ja, dan kruis ik iets aan en is het daarmee afgedaan. Ja, maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoeveel dat is. Kijk, als je zegt ik ga 100 euro inbrengen en ik heb een baan, is het natuurlijk volstrekt redelijk om te verwachten dat jij 100 euro hebt. Ja. Maar als jij natuurlijk 25.000 euro in kon brengen, je bent een student van 18, dan is dat anders. Ja. Dus het is heel afhankelijk van de situatie, ook welk onderzoek erbij hoort. Maar in principe moet ik van die 25.000 euro die je wil inbrengen, moet ik begrijpen waar het vandaan komt en dat moet ik ook aantonen. Dus precies, dus als puntje bij paaltje komt, dan kun je ook kan het ook nodig zijn voor jou dat je checkt. Ja. Wat de klant beweert. Ja, bijvoorbeeld iemand kan zeggen, ik heb een erfenis gehad en ik wil een gedeelte van die erfenis. Dan zeg je, laat maar zien. Ja, laat maar zien. Ja. Dus, maar ook, we onboorden privé mensen, dus gewoon individuen. Dat is dan op zich qua identiteit heel makkelijk. Het gaat dan om het individu. Maar we onboorden ook bedrijven. Denk aan holdings, bijvoorbeeld mensen die een eigen zaak hebben, een holding erbij. En die willen dan vanuit die holding crypto kopen. Ja, dan moet ik ook wat meer doen. Dan moet ik als eerste de holding, de BV zelf onderzoeken. En dan ook wie er uiteindelijk eigenaren van de BV zijn, wie de zeggenschap hebben in die BV. En dus dan moet de hele boom langs. Ja. De Nederlandse bank dan ook weer als toezichthouder of jij dat allemaal gecheckt hebt? Ja, daar kan ik. Dus daar word ik op geaudit. Oké, dus dat is allemaal dicht getimmerd om zo te zeggen. En het loopt ook, het is niet alleen een eenmalige check, dat is wel relevant ook voor klanten. Ze denken, ik ben door de hoepel en nu is het klaar. Dat kent continue aandacht. Dus bijvoorbeeld zo'n sanctielijst check, het kan heel goed zijn dat jij nu als bedrijf helemaal clean bent, maar dat jij volgende week toch iets met Wit-Rusland te maken hebt gehad en dat je op een sanctielijst komt. Ja, en dan moet ik wel dat vlaggetje zien dat er een verandering heeft plaatsgevonden in het profiel van die klant. Ja. Dus daar heb je dan wel technische ondersteuning voor. Maar zo is de controle constant. En wat maakt jullie dienst dan zo bijzonder ten opzichte van het kopen van bitcoins bij bijvoorbeeld een over-the-counter die geleerd is aan een exchange? Ja, als het gaat om de technische aankoop zit er denk ik niet zoveel verschil in. Hè? Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk koop jij een crypto en betaal je een bedrag voor en dan is het voor jou. Dus dat is hetzelfde. Maar zijn jullie goedkoper of helpen jullie de klant beter? Of wat moet ik me daarmee voorstellen? Ja, mijn belangrijkste trigger zit erin dat we de klanten beter helpen. Ja. Dus wij proberen ons een beetje in het domein te oriënteren waar klanten zitten die ook bijvoorbeeld private banken bij een private banker. En die hebben natuurlijk een bepaalde verwachting als het gaat om hoe ze behandeld worden en geholpen worden en welk advies daarbij komt. En dat wil ik graag leveren bij die klanten. De bepaalde mate van ontzorgen. En dat was ook al waarom je waarschijnlijk aangaf dat je ook de bitcoins kan bewaren voor die desbetreffende klant. Ja, want over het algemeen de klanten die we nu spreken, zeker die nieuwe die op basis van het nieuws gekomen zijn, die hebben eigenlijk helemaal geen technische achtergrond en die willen er ook helemaal niks mee te maken hebben. En die vinden die hebben tot nu toe alleen maar last ervaren bij dit soort investeringen en vragen en dilemma's. En die proberen natuurlijk zoveel mogelijk. Hoeveel klanten heb je op dit moment? We zitten nu op zo'n 25 klanten. Oh, dat is nog niet veel. Nee, maar je weet wel van de ondergrens. Dus het loopt wel op. Hoor. En we hebben klanten die op die ondergrens inkopen. Maar we hebben ook een aantal klanten die veel groter inkopen. Dus, je ziet dat mensen die bijvoorbeeld in het vastgoed zitten, die ook vaak in schaarste iets kopen. Hè. Denk dit appartement is goed gesitueerd en er zijn niet zoveel, die wil ik hebben. Dat die dan nu kunnen zeggen, op zich begrijp ik ook het bitcoin schaarste verhaal wel goed. Mm-hmm. En ik kan misschien mijn appartementen nu niet meer zo goedkoop krijgen als ik eigenlijk zou willen. Dus ik heb een klant die zegt, ik doe nu hetzelfde bedrag wat ik normaal een appartement zou stoppen, stop ik nu in bitcoin. Dus dan heb je het wel over significante bedragen meteen. Is dat ook de reden waarom jullie juist zo snel goedgekeurd zijn door dat registratieproces heen? Want er zijn, ik dacht, 48 bedrijven 48. Geweest. Die in de rij staan. Ja, die in ieder geval de aanmelding hebben gedaan. En die hebben natuurlijk een hele voorgeschiedenis. Dus ik kwam tot de snelle conclusie, jullie zijn 2017, als ik me niet vergis, begonnen. Of althans... In 2019 is het bedrijf
gestart. Ja. En ik ben aangehaakt in begin 20. Oh, 2009. Ja, dus ja. Jullie hebben een hele korte voorgeschiedenis. In mijn hoofd heb ik snel het lijntje gelegd met... er valt dan minder om op te focussen voor de Nederlandse bank. Klopt dat, dat het proces daarom zo snel verloopt? Nou, het scheelt natuurlijk dat we geen historie hebben. Ja. Dat is waar. Maar ik denk onze uitgangspunt is ook een beetje anders geweest. We hebben natuurlijk gezien dat in Europa die AML-D5-wetgeving goedgekeurd ging worden. En daarmee zagen wij dat... Bitcoin en crypto als asset class gewoon gereguleerd werd in plaats van verboden. Dat is natuurlijk wel een belangrijke tweesprong waar je op staat. En dus die goedkeuring is voor ons de reden geweest om te zeggen van nou, nu is het een goed moment om dan ook die diensten aan te gaan bieden. Heeft het toch nog wel even geduurd voordat ook de AML D5 Directive aanwijzing eigenlijk ook omgezet is in de Nederlandse wetgeving. Mm-hmm. Dus 21 mei jongstleden dan ook doorgevoerd. En sindsdien kan je de aanvraag ook bij de Nederlandse bank kwijt. Ja, ja. De Nederlandse bank heeft dan 6 maanden de tijd om controle te doen op de stukken. En te bepalen of de partij wel of niet tot registratie over kan gaan. En wij zijn wel begonnen met... de regulering in onze achterzak. Mm-hmm. Als uitgangspunt. En dat maakt dat je heel clean begint aan je nieuwe set aan beleidsstukken en het opzetten van je organisatie en ook die mensen en die rollen toekent die ook horen bij zo'n registratie. Dus je hebt je bedrijf, om zo te zeggen, registratievriendelijk kunnen inrichten meteen dat, al. Ja, de basis is geweest van de inrichting is gewoon op basis van hoe de registratie dat verwacht. Ja, dat is handig. En heb je verder ook nog een mening over die registraties of over de regulering zoals die nu is. We hebben hier heel veel kritische geluiden in de CryptoCast daarover laten horen. Vind jij het te streng of vind je het precies goed? Of vind je dat het misschien nog wel strenger zou mogen? Wat vind ik ervan? Kijk, dit is wel streng. Ik weet ook dat de Raad van State daar natuurlijk van iets over gezegd heeft. En uiteindelijk is die aanwijzing niet meegenomen. En Simon Leenlieveld heb ik natuurlijk ook gevolgd. En die heb ik ook uitgebreid gesproken. Ik denk dat op zich de punten van kritiek die erin genoemd worden, die snij je wel hout. Mm-hmm. Maar ik vind het ook niet constructief om daar dan alleen maar ruzie over te gaan zitten maken. Mm-hmm. Om even simpel te zeggen. Ik vind dat we gewoon moeten beginnen met een basisset aan regels waarmee we in de markt op kunnen. En iets wat binnen de kaders van de wetgeving nu ook gewoon goed werkt. Ik denk dat ze dat ook wel geproefd hebben bij onze aanvraag. En van daar moeten we maar eens even gaan kijken of dit allemaal goed past. Kijk, het is natuurlijk ook voor een Nederlandse bank nieuw. En op zich de regulering van fiat geld is natuurlijk volstrekt uitgekoud. Daar weten we alles van. Maar in de cryptomarkt is er ook nog heel veel... Ja, op zich wel bekend, maar niet bij iedereen. En het is denk ik logisch dat we beginnen met een standaard die verfijning en verscherping verdient. En dat zou best wel gebeuren. Maar laten we nu eerst maar eens beginnen. Dus ik zit er wat meer in van, nou kom, laten we maar dit maar gewoon omarmen en naar de markt gaan. En kijken hoe dit anders en beter kan in de toekomst. Ja. Ja. Ja, want toen ik jou aan de telefoon had, toen gaf je eigenlijk aan dat je juist wel ook wel blij bent met het feit dat nu die registratie er is. Omdat het wat meer bestaansrecht krijgt, begrijp ik toch goed? Ja, nou, het geeft natuurlijk gewoon legitimiteit aan de sector. Ja. En dat is denk ik ook waarom je dat nieuws zo opgepakt is. Ja, ik vertelde al net eventjes dat het op meer dan 74 nieuwssites is dit nieuws gevallen. En dat gaat dan van het Limburgs Dagblad tot aan Nasdaq.com. Mm-hmm. Ja, ik weet niet precies waar je blij mee moet zijn, maar een van die twee is vast belangrijker. En het geeft aan dat daar gewoon heel veel mensen toch wel zijn die hierop zitten te wachten. En die legitimiteit zoeken om een aankoopbeslissing mee te onderbouwen. Dus daar ben ik heel blij mee, ja. Ja. Ja, en het omgekeerde wat je zei daarnet, dat het gereguleerd is, dat betekent dat het niet verboden is. Ben je daar ooit bang voor geweest? Dat bitcoin, handel in bitcoin, weet ik veel, crypto verboden zou worden? Nou, daar heeft ook wel. Het raakt natuurlijk het geldstelsel. En de manier waarop centrale banken invloed kunnen hebben op de werking van het geldstelsel. En dat op het moment dat dat niet meer kan, is dat natuurlijk een bedreiging. Dus als heel veel mensen overstappen naar een nieuw systeem, omdat ze het huidige systeem niet meer vertellen. Kijk, geld werkt omdat er vertrouwen in het geld is. En als het vertrouwen afneemt, en dat zou je kunnen zien omdat mensen naar crypto's grijpen. Dan is dat natuurlijk een gevaar voor de bestaande instituten. Dus ik heb daar wel mijn gedachten over gehad. Dat had gekund, ja. Heb je die gedachten nog steeds? Nou ja, zoals het er nu uitziet, niet. Nee, en sterker nog, de centrale banken zijn natuurlijk zelf ook vergaand bezig met hun eigen digitale vorm van euro en dollar. De central bank's digital currencies. Dus nee,
eigenlijk is er gewoon navolging op basis van deze innovaties. Ja, ja, nee, dat klopt wel. Ik moet ineens denken aan dat rapport wat ik naar jou stuurde van de week, Herbert. Ja, de digitale euro. Van de ECB, Digital Euro, stond daar. Ja, moeten we het ook zeker in een toekomstige CryptoCast uitgebreid over hebben. Ja, ja. Een van de dingen die ik daar uithaalde om daar even op aan te haken, is dat er mogelijk een limiet komt over de hoeveelheid digitaal geld die iemand kan aanhouden. Dat schreef het rapport. Ja, heb ik ook gelezen. Dat gaat dan over digitale fiat, hè? Dat ging over digitaal geld in zijn algemeenheid. Oh. Dus we hebben het hier over het feit dat digitale munten, in welke vorm dan ook, de financiële stabiliteit in gevaar zouden kunnen brengen. En er werd hier dus geschreven over dat er een veilig alternatief is voor cash, maar dat het naast cash zou moeten blijven en dat er daardoor een limiet zou kunnen worden ingesteld, ja, voor alle vormen van digitaal geld. Ik heb dat opgevat als een limiet aan hoeveel van je geld je in een digitale euro zou mogen steken. Mm-hmm. Dus in je rekening bij de centrale bank. Ja. Laten we ervan uitgaan dat dat het is. Ja. Ja, maar dan nog is dat natuurlijk twijfelachtig waarom dat zo is. Is dat daar vragen bij, neem ik aan? Ja, nou, ja. Als ik het verhaal goed begrepen heb, en dat is hier ook al wel een paar keer uiteengezet, is het een bedreiging voor de stabiliteit? Omdat als die rekening bij de centrale bank er is en iedereen zou meteen al zijn geld daarop, ja, kieperen, dan zouden de commerciële banken van de ene dag op de andere met lege handen staan. Ja, dat is, dat is het volgens inderdaad mij het verhaal. Ja, en ja, het stukje zorgen omtrent bankruns. Dat je dus zo digitaal je geld in één keer weg kan halen. Dat zou in feite een bankrun zijn. Precies, een digitale bankrun is, ja, dat dan. Dat daarom een limiet ingesteld zou kunnen worden. Maar je zou er dus ook voor kiezen om al je geld over te zetten naar crypto. Ja, ik noem maar een zijstraat. Ja, dat kan nu al. Ja, dat kan nu inderdaad. Ja, sommige mensen doen dat trouwens. Ja. Ja. Maar ja, het blijft een... Ik vond het een interessant ding in het rapport. Dus ik kan me indenken dat je daar nog steeds over nadenkt en daar wel constant mee bezig bent. Ja, nou, ik heb wel het gevoel dat de richting is gekozen voor regulering. Daar ga ik even voor naar uit. Ik krijg ook echt nergens signalen vandaan dat het anders is. Ik zie het ook niet in andere delen van de wereld. En het is eigenlijk ook geen zinvolle exercitie om die kant op te gaan. Want je moet het echt met z'n allen overal op de hele wereld tegelijkertijd gaan verbieden. En dan nog kan je het niet verbieden. Want mensen kunnen dat natuurlijk gewoon zelfstandig nog steeds blijven gebruiken of voeren. Dus ja, het is eigenlijk ook een onhaalbare, een beetje theoretische discussie. Je kan het wel lastig maken. Even bezien vanuit het perspectief van de regulerende autoriteiten of politici of bankiers, noem maar een groep. Je kunt het wel zo moeilijk mogelijk maken. En met elke stap waarmee je het moeilijker maakt, verklein je in feite de markt voor crypto. Dat is wel wat zulke partijen zouden kunnen willen. Ja. Even daar gelaten of het gebeurt. Maar kijk, in China is het nog steeds zo dat normale exchanges daar niet kunnen werken. En daar lukt het ze wel met local bitcoins en dat soort sites. Maar de markt voor crypto is daarmee wel wat kleiner geworden. En dat is duurzaam zo. En dat scheelt toch 1,1 miljard, of wat is het, 1,3 miljard mensen intussen, ja, die frictieloos aan die markt kunnen doen. Ja, nou is de Chinese markt ook niet zo heel transparant. Dus versus dus wat er gezegd wordt en hoe het gaat en of mensen echt actief zijn, durf ik niet zo te zeggen. Mm-hmm. Ik weet wel dat er heel veel miners in China actief zijn. Dus, dat is waar. Dus, en niet een beetje, maar echt heel veel. Dus het zal wel ergens een beetje midden liggen hoe dat precies zit met China. Ja. Is mijn doelgroep ook niet specifiek. Nee, ja? Nee, maar goed, het klopt. Regulering zal op lokaal gebied, misschien per land of per regio, kunnen verschillen. En lastig maken kan een manier zijn om mensen te ontmoedigen. Ja. Maar goed, je ziet dus dat er Nederland gekozen is voor niet lastiger maken, maar eerder gewoon omkaderen en zeggen, zo willen we het doen en zo kan het ook gewoon netjes gebeuren. Ja. Ja, en voor ons is het de meeste klanten die we hebben, die willen gewoon die blootstelling aan die crypto hebben. Mm-hmm. Verwachten daar natuurlijk wel iets van. Dat moet tot groei leiden. Ik merk wel dat de mensen die nu instappen helemaal niet super bullish zijn. En ze zeggen, nou, ik verwacht dat het in een paar jaar echt een paar 100% gaat of zo. Die zeggen dan, nou ja, als het 10% doet in 2 jaar, zou ik het hartstikke mooi vinden. Weet je, dat is bescheiden. Dat is heel bescheiden. Begrippen, ja. Ja, dat is heel bescheiden. En dat komt omdat mensen natuurlijk toch echt opgevoed zijn met andere beleggingsstrategieën. Ja. En dat dus over hebben genomen. Dus we moeten ook gewoon nog heel erg wennen aan deze nieuwe asset class. Ja. Maar dat is prettig als je klanten hebt met een dergelijk bescheiden verwachtingspatroon. Ja, maar goed, een andere. Ja, dat klopt. Dat helpt. Ja. Dat is ook zo. Ja. Zijn er trouwens nog andere obstakels waar jullie momenteel tegenaan lopen?
Los van het feit dat het mogelijk verboden zou kunnen worden. Of de registratie, wat natuurlijk best een ding was. Nou ja, een obstakel kan zijn natuurlijk de registratie gaat veranderen in de toekomst. Ja. Want we staan natuurlijk nu niet, en dat is toch wel een formeel dingetje, we staan niet onder prudentieel toezicht. Mm-hmm. Dus hoe wij onze zaken inrichten, wordt nou geen toezicht opgehouden. Alleen dat we onze witwas, anti-witwas en terrorismefinancierings onderdeel goed inrichten. Mm-hmm. Iets breder dan dat, maar daar komt het hoogst en hoofdzakelijk op neer. Het kan heel goed zijn dat cryptobedrijven natuurlijk in de toekomst ook gewoon een bepaalde hoeveelheid balansreserve moeten aanhouden en een bepaalde solvabiliteit moeten laten zien. En dat daar wordt nu niet op gecontroleerd. Dus dat kan voor de space aan zich weer extra beperkend werken. Dus dat kan gebeuren. Nou ja, goed, ik heb mezelf natuurlijk gericht op die bovenkant van de markt. Dat kan een strategische fout zijn. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Dat moeten we nog even zien. Want ik weet wel dat van die 48 aanvragen waar wij dan een van zijn, de andere Nederlandse partijen die ik zo'n beetje in het vizier heb, zich heel erg op de onderkant van de markt positioneren. Ja. En dus en de onderkant van de markt, daarmee bedoel je dan de retailbelegger? Retailbelegger, ja. Het is gewoon kleinere bedragen. En echt consumenten, waar wij natuurlijk ook bedrijven doen. Waar zit jullie businessmodel eigenlijk in? Ja, wij verdienen dus aan de exchange functie, het kunnen omzetten. En wij verdienen aan de opslag, dus de bewaarfunctie. Oké, dus als ik dat vertaal, een percentage van een transactie en een bedrag per tijdseenheid. Ja, dat zeg je helemaal goed, ja. Ja. En daarbovenop hebben we ook nog wat asset management strategieën. Dus proberen wij klanten ook echt te helpen bij, we bieden een index portfolio aan. En dat balanceren we dan elke maand. Dus dan krijg je niet alleen maar Bitcoin, maar dan koop je een mandje aan crypto's gebaseerd op de coin market cap top. En dan halen we dan stablecoins uit en exchange coins uit. Dus er vallen een aantal dingen af. Er moet een liquide munt zijn en er moet zijn wat meer voorwaarden. En die houden we dan in balans ten opzichte van de coin market cap percentages. Dus daarmee heb je een iets hoger risicoprofiel, maar in potentie maak je ook iets meer groei mee dan als je puur Bitcoin buy and hold. Ja. En we zijn aan het kijken of we ook echt asset management, wealth management kunnen toevoegen aan ons portfolio. Dus dan moet je aan denken dat je ook met optiestrategieën gaat werken om bijvoorbeeld downside risk weg te managen. Want dat was ook weer een ding waar onder andere JP Morgan van zei, dit wordt weer populair of wordt populairder, de optiestrategie op de Bitcoin markt. Ja, dat is ook wel terecht. Kijk, zeker als het volatiel is, dan heb je toch altijd mensen die zeggen, nou, ik wil, stel je voor, je koopt in op 10.000 en ik ben een beetje volatiliteit bereid te pakken. Dus maar als je onder de 8.000 komt, ja, dan wil ik toch wel dat er iets gebeurt. Ja. Ja, dan zou je vanaf dat niveau met een optiestrategie kunnen zorgen dat alles wat die onder die 8.000 zakt zich vertaalt in het uitkeren van de optie. Waardoor je bijvoorbeeld daarmee dan ook weer nieuwe bitcoin kan aankopen op het lage prijsniveau. En als je dan uit dat dipje komt, kan je dan de boel weer een beetje. Ja, maar dan heb je dus uiteindelijk ook meer bitcoin. Ja, precies. Dus dan, dat is dan een goede manier om downside risk te managen. En dat vereist wel beheer. Dus dan kan je ook een beheerde dienst, een beheerde asset management aanbieden. Want je moet die op strategie natuurlijk neerzetten en ook bijhouden. Want aan de hand van de koersbeweging moet je daar natuurlijk wel iets mee. Dus dat zijn dan weer toegevoegde waardeproducten die wat verder gaan. Die wat meer financieel specifiek zijn. Ja, maar dat is dus wat jullie betreft voor de toekomst. Is niet wat je nu aan. Nou, dat indexmandje, dat is nu actueel. Dat hebben we gewoon. Dat wel? En voor die asset management strategieën, dat verwacht ik heel snel te kunnen lanceren. Ja. Heb je nou de indruk dat, want we hadden het net over het moeilijker worden van, of mogelijk bemoeilijken door autoriteiten van gedoe met crypto, dat deze regulering waar jullie nu aan voldoen, dat die het handelen in bitcoin moeilijker of makkelijker heeft gemaakt? Want moeilijker kan zijn omdat je door wat meer hoepeltjes moet springen, makkelijker kan zijn omdat het wat meer vertrouwen creëert. Wat is volgens jou het saldo? Nou, wat ik nu toe merk met de klanten die we spreken, is dat ze begrip hebben voor de situatie en begrip hebben voor het feit dat die regulering er is. En als je het van tevoren netjes uitlegt, dat je ook best wel veel van ze moet weten. Want ze moeten natuurlijk best wel wat oplepelen aan persoonlijke informatie. En je kan dat vanuit als een Amsterdams geregistreerd en bedrijf doen, dan geeft dat dermate veel vertrouwen dat ze het voor lief nemen dat die hoepeltjes er zijn. Ik heb tot nu toe nog geen klant gehad die zegt van, nou, als je wil weten hoe ik aan mijn geld kom, dan laat dat maar zitten. Yeah. Want dat had altijd een reactie kunnen zijn. Dan doen we het niet. Nee, maar goed, maar als zij dat zou zeggen, zou ik zeggen, nou, dan doe ik het ook niet. Dus dat maakt het dan makkelijk. Maar vooralsnog zie ik eerder dat het
het feit dat er een registratie is, het duwtje in de richting is om het dan maar eens een keer te gaan proberen. Ja, we hadden daar ook een vraag over op Twitter van Jen D. En hij zegt, ik ben benieuwd naar hoe Amdax aankijkt tegen alle bedrijven die uit Nederland zijn vertrokken door de opgestelde regelgeving. Dit terwijl het kennelijk goed mogelijk is om je te vestigen in Nederland als bedrijf en te starten ten aanzien van cryptocurrencies. Ja, er zijn een aantal partijen vertrokken, er zijn een aantal partijen gestopt. Ja. Er zijn een aantal eenpitters die gestopt zijn, zoals een Bitter en zo, die hebben we volgens mij ook wel eens in de uitzending gehad. Ja. Dat is zonde dat zo'n initiatief stopt. Maar als ik kijk naar hoe de wetgeving in elkaar zit, is het ook gewoon niet te doen in je eentje. Zo moet je vier ogen beleid op sommige plekken toepassen. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet in je eentje. Nog steeds niet. Mm-hmm. Dus dat is wel echt een beetje wat zonde is van een regulering, dat soort initiatieven dan dus gewoon van de markt afgaan. Partijen die zeggen van, nou, op basis van wat ik nu zie, ga ik ook helemaal weg uit Nederland. Ja, ik snap dat persoonlijk niet. Want ik denk, ja, volgens mij willen we juist met z'n allen, ik wil gewoon in Nederland succesvol zijn met het bedrijf en de Nederlandse klant die graag wil verdiend zijn. Maar dan ga ik het even voor ze opnemen, want Deribit heeft natuurlijk gewoon een historie als ze zullen er meer zijn, als internationaal werkend bedrijf. Precies. Ja. En als je je klanten hebt zitten tot in Taiwan en dat soort uithoeken. En concurrentie dan, nadeel hebt ten opzichte van de andere partijen, bijvoorbeeld Bitmax. Ten opzichte van je eigen concurrenten. Precies. Dan wordt het toch wel een lastig verhaal. Ja, en jij richt je op de Nederlandse markt. En dat is dan redelijk overzichtelijk om ook vanuit Nederland te doen binnen de Nederlandse regelgeving. Maar leg dat maar eens uit aan je klant op Taiwan. Ja, daar ben ik het helemaal mee. Dus ik snap hun overweging ook wel, dat ze het doen. Ja. En ze ondertussen, het is ook niet zo dat ze helemaal niks aan KYC doen. Hè? Dus ook van in hun juridictie moeten ze daar aan voldoen. Maar het is wel lichter dan wat wij mee te maken hebben. Ja, en het is ook wel een heel ander soort product, de optiemarkt die zij aanbieden. Het kan het niet zomaar vergelijken met wat wij doen. Kijk, ik zou er niet aan moeten denken om naar Panama te verhuizen. Dat is mijn persoonlijke perspectief. Nee. Dus voor mij zou dat gewoon geen overweging zijn. We hebben zelf ook in het begin gedacht van, nou, de registratie in Nederland was nog niet helemaal op orde. Dus de wetgeving was ook nog niet van, moeten wij niet dan in Estland een registratie verzorgen? Dat kan natuurlijk ook. Dat is op zich ook een. Het is een EU-land. Het is een EU-land. Ja. Maar goed, als Malta ook. Maar dan is is Estland natuurlijk wel een stukje beter. Het is ook wat digitaler. Waarom is Estland beter? Nou, het is een wat volwassener land op IT-gebied onder andere. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat helpt dus uiteindelijk niet. Want met die nieuwe registratie. En als je nu een Estlandse registratie hebt, dan kan je in Nederland nog niet zomaar naar de markt. En naar de markt gaan is wel even iets wat je moet definiëren. Want kijk, als je een buitenlandse club bent en je hebt een Nederlandse klant, dan mag dat. Hè. Dat is ook met die nieuwe registratie. Is niet zo dat ik niet meer als Nederlander naar een Duitse exchange mag of naar een Amerikaanse exchange. Mag ik prima mezelf aanmelden en daar klant worden. Maar de buitenlandse partij mag zich niet in Nederland niet gaan vermarkten. Mm-hmm. Dus actief klanten werven kan je niet doen. Je kan geen Nederlandse website opstarten en zo. Dus de drempel wordt wel wat hoger. Maar je zal altijd wel mensen hebben die in Nederland natuurlijk gewoon niet bij een Nederlandse club aankloppen, maar toch naar het buitenland gaan. Ja. Helder. Zijn we er doorheen? Volgens mij zijn we door de vraag heen. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten, Herbert. Nou, we zijn het uur voorbij. Voor de tijd. Dus het wordt langzamerhand wel tijd om er ook een eind aan te brengen. Ja, zeker. Kun je even opzoeken wie we volgende week hebben? Ja, dat ga ik doen. We hebben volgende week Milo staat er hier in het draaiboek. Maar het kan zijn dat niet meer helemaal check is. Check het eventjes. Kan ik vast vertellen dat als je over ons wilt twitteren, dan kan dat heel graag met de mention @CryptoCastNL reviews achterlaten op Apple Podcasts. Volgende week hebben we natuurlijk Robert Reinder. Die komt praten over B-Landlord. Over B-Landlord. Want die heeft ooit een bedrijf opgezet met onroerend goed op de blockchain. Klopt. Waarbij die dus gewoon aan deeltjes, beleggers kleine stukjes huis kon toekennen. En dat bestaat nog steeds, maar er zijn wel wat haken en ogen. Dus het wordt een heel interessant verhaal. Mede door die registratieplicht. Volgens mij was het vanuit het AFM in deze waar ze tegenaan liepen. Die maakte allerlei dingen ingewikkeld. Ja. Waarmee we niet direct iets kwaads willen zeggen. Maar dat had heel veel haken en ogen. Ja. Heel interessant verhaal over de voor- en nadelen van onroerend goed voor het publiek op de blockchain. Zeker. Ja. Goed, dus ik had Twitter genoemd, Apple Podcast, YouTube natuurlijk. Like, subscribe en comment. Ik verslik me daar altijd weer. Enfin, jullie weten het. Vergeet natuurlijk niet om te stemmen op de Podcast Awards. Op Dutch, categorie zakelijk. Niet Dutch, voor de Dutch Podcast Awards, maar op podcastawards.nl. Yes.
Ik dank Lucas Wensing. Nou, merci. Ik vond het leuk om te zijn. Merci. Herbert, bedankt. Jij bedankt. Ik bedankt. En heel kijkers graag, bedankt. Kijkers bedankt. Luisteraars bedankt. Tot de volgende keer bij de CryptoCast. Dag allemaal.